Hey allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is nog geen weekend, het is donderdagavond, maar ik wou de vlog al even introduceren, want ik heb vandaag een kleine overwinning behaald. Ik ben er zeer trots op. We hebben namelijk last van een sluikstorter, al 5 jaar, meer dan 5 jaar dat we hier wonen. Ja, dat die gewoon zijn vuilzakken en zijn papier naast dat van ons komt zetten. En ik vond het al vreemd, want al onze buren hadden ook gewoon hun vuilzakken buiten staan, dus het kon niet van hun zijn. En ik had al een idee dat het dan iemand uit een naburige straat moest zijn, die dan niet in de ophaalronde zat van die dag en die dacht, ik ga mijn vuilnis dan maar bij iemand anders zetten. En op zich zou je kunnen zeggen, wat is er nu eigenlijk mis mee, dat wordt toch opgehaald. Maar aan de andere kant, ja, je zit wel verantwoordelijk voor wat je buiten zet. Als daar iets scherps in zit of iets dat niet goed gesorteerd is. Of gewoon als we per kilo zouden moeten betalen, dan is het niet de bedoeling dat dat bij mij komt op mijn rekening. Dat is al vaak gebeurd in de afgelopen 5 jaar, maar ik zag dat altijd als ik zo net in mijn auto zat, de straat op kwam om naar het werk te vertrekken. En dan ja, had ik de fut niet om te stoppen, dus ik heb dat eigenlijk een beetje gelaten. Maar ik heb dat altijd in mijn achterhoofd gehouden van, ik moet toch eens gaan zoeken wie dat is, want die blijft dat maar doen. Nu, gisteravond had ik het papier buiten gezet, want vandaag kwam het er dan om. En deze morgen moest ik nog wat extra papier erbij gaan zetten. En ik dacht, ja, ik ga dat snel buiten zetten in mijn pyjama, hè, want ze komen straks om papier, dan is dat in één keer mee weg. En wat had de sluikstorter gedaan? 4 eenheden extra papier, dus 4 kartonnen dozen of kartonnen zakken vol met papier erbij gezet. En toen ben ik even, ja, niet in colère geschoten, maar ik had zoiets van, no, het is genoeg. Dus ik ben in dat papier beginnen dabbelen. En lo and behold, als je sluiks wordt, moet je dat goed doen en al je adresgegevens verwijderen. Dus op een reclame-envelop van de Colruyt stond inderdaad zijn naam en adres. En jawel, het was iemand zo 100 meter verder in een andere straat die niet in dezelfde ophaalronde zit als wij. Dus ik heb mijn autosleutels gepakt, mijn portefeuille, in mijn pyjama. Dus helemaal nog half slaperig. Ik heb dat karton en dat papier in mijn kofferbak gezet. Ik ben de hoek omgereden en ik ben dat daar voor zijn deur gaan dumpen. Want ik had zoiets van, ik doe zelfs de moeite niet om aan te bellen. Je zult wel weten wat het is, want het is uw bron. En een uur later, toen ik naar het werk reed, waren de papieren en de kartonnen dozen allemaal weg. Dus hij zal wel weten waarom ik dat heb teruggebracht. Ik heb er ook een foto van getrokken trouwens. Dus als dat ooit nog eens gebeurt, dan weet ik wie dat is. Dus ik was wel trots op mezelf. Ik mag daar misschien niet zo in opgaan, maar ik vind dat gewoon een kwestie van respect. Dat doe je niet. Je kent mij niet. Ik ken u niet. Hou dan je rommel bij en zorg dat het zelf naar het containerpark wordt gebracht. Dus yes, overwinning vandaag! Haha! Zometeen gaan we spaghetti eten. Morgenavond moet ik trouwens na het werk naar de keuring, de autokeuring. Ik weet nog heel goed dat ik vorig jaar de autokeuring ook gevlogd heb. Toen was het lekker warm, 30 graden of zo. Dus dit jaar is het iets minder warm, maar we gaan nog altijd voor een groene keuringskaart. Duim voor mij, morgen, denk aan mij. En yes, ik ga nog even op hout kloppen dat het goed gaat. Ik ga jullie morgen zeker laten weten hoe dat geweest is. Dus gisteren vroeg ik jullie om te duimen voor mijn keuring en het heeft geholpen, want ik ben inderdaad weer voor een jaartje, of ja, ik... Mijn bakje is weer voor een jaartje goedgekeurd. Ik ben dan nog even bij het kruidvat gestopt. Ik zeg altijd tijdens mijn opgemaakt filmpjes dat ik tandpasta in bulk aankoop als er een actie is. En hier is het bewijs. Het was 1 plus 1 op de Oral-B tandverzorging. En dat was ook geldig op maxipaks. Dus ik heb 2 maxipaks gekocht. Dus 4 tandpastatjes in totaal. En dan was er ook een actie met die mega pakken van die tandenborsteltjes voor op de elektrische tandenborstel. Dus dan ben ik weer gesteld voor een hele tijd. Goedemorgen. Nee, goedemiddag moet ik intussen zeggen. Zaterdagmiddag. En vandaag staat er iets spannends op het programma. Alleszins iets dat ik al zeer lang niet meer gedaan heb. En dat is naar een festival gaan. We gaan naar Werchter Boutique. Dus niet het echte Werchter Festival. Het is maar 1 dagje. Maar het is in elk geval al super lang geleden dat ik nog naar een festival ben geweest. Ik heb vroeger als... laten we zeggen, jonge adolescent zeker, of jong volwassenen, Werchter gedaan. Zo toen de camping nog echt wel basic was en toen dat er op de wei niks anders te vreten was dan frieten met mayo, een stuk pizza of zo van die noedels. Tegenwoordig is het helemaal anders. Het food assortiment is serieus uitgebreid. De luxe is serieus opgedreven. Je kan er nu lockers huren, heb ik gezien. Je kan je gsm daarop laden. En niet onbelangrijk, de wc's zijn blijkbaar heel erg verbeterd. Vroeger was het echt wel heel goor. Oh. Maar tegenwoordig mag ik mij blijkbaar aan vacuüm porseleinen wc's verwachten. Dus daar ben ik zeer benieuwd naar.
Maar ja, dus we gaan een dag naar Werchter Boutique. Timo, ik en mijn broer. De headliner is uiteraard Bruno Mars. En dan zijn er nog wat voorprogrammetjes, zullen we maar zeggen. We gaan speed vertrekken, dan halen we het meeste uit ons ticket. Ik ben benieuwd om nog eens naar Werchter te gaan. Echt, zoals ik zei, het is al heel lang geleden. Ik kan mij de buurt nog wel een beetje voorstellen, maar ik denk dat het alweer helemaal anders zal zijn. Dus ik zal maar comfortabele schoentjes aantrekken. Mijn kleine handtas is ook al gereed. Ik heb er alles ingepropt wat ik nodig heb. Niet te veel cash, want je kan blijkbaar overal elektronisch betalen. Hoera! Dus, aangezien het festival is, gaan we voor een casual outfit. Dit is een shirtje, linnen t-shirt van Louis. Mijn 7 for All Mankind cropped jeans. Ik ga nog een truikje meenemen voor vanavond als het wat frisser wordt. Ik ga ook een lederen vestje aandoen hierbovenop. Want ik weet dat ik het 's avonds koud ga krijgen, dus ik moet wel iets extra meepakken. Ik ben ook aan het twijfelen of ik nog een extra sjaal zou meepakken. Mijn handtas, deze zwarte kleine handtas van Yves Saint Laurent. Die is eigenlijk wel licht en ik heb er alles kunnen inproppen. Zwiet de camera er nog bij. En dan mijn schoenen zijn dezelfde schoenen als die ik in Londen aan had. Die roze sneakertjes van Skechers. Die zitten comfortabel. En ja, dan ben ik wel een beetje matchy-matchy, roze truiken, roze schoenen. We zijn gearriveerd. We staan op parking C4. Dat is vrij kort bij, denk ik. En nu gaan we naar beneden gaan. Vacuüm trekken, dus je hebt geen of niet veel last van die van de voor u. Het is nog altijd een klein kot. En bepaalde toiletten waren zelfs al kot. Dus. Hey allemaal, we zijn vandaag donderdag namiddag. Ik ben even thuis gestopt op weg naar Brussel. Ici Paris XL geeft er een persevent. Ze zijn dit jaar 50 jaar jong of oud. Ze doen zo wat hun tweejaarlijkse productvoorstelling van exclusieve merken vooral. Ook eigen huismerken zijn er. Be Creative Makeup bijvoorbeeld is intussen ook al 5 jaar oud. Dat gaat, ik weet niet hoe snel. Maar het is dus in Brussel te doen, ergens aan de Kunstberg, in een of andere ruimte. Ik moet het nog wel even zoeken. Ik weet het zo ongeveer zijn. Ik weet dat ik er wat vroeger ga zijn, maar dat geeft mij ironisch genoeg nog de kans om bij Ici Paris XL in de winkel te gaan. Want ze doen hun 21% actie en ik heb nog wat vouchers waarmee ik Victor & Rolf Extreme, Flowerbomb Extreme parfum ga kopen. Want die is op, dus die heb ik wel graag terug in huis. Dus dan heb ik nog tijd genoeg om even rond te wandelen. Het is ook zalig weer. Het is niet super warm, maar lekker zonnig. Dus dat is fijn om dan in de stad rond te wandelen. En dan kom ik vanavond terug voor een snelle spaghetti. En dan is het morgen al vrijdag. Veel wind, ik heb een rok aan, dat is geen goed idee. Maar ik ben hier bij de Tasson d'Or, wat is dat hier, winkelcentrum? Bij de Ici Paris. Bumble, bumble. En laatste make-up. Succes! De grote tas, of de grote parfumfles eigenlijk moet ik zeggen, trekt met korting en met enkele vouchers die ik heb. Een bankje gezeten. Als het zonnetje scheen, was dat super lekker. Af en toe de wolken, dat was wat frisser. We zijn nu richting het event van Ici Paris aan het lopen. Dat is hier op de Koudeberg. Dus weer trapjes op. Dat is goed voor de conditie.
trouwens op de 5e verdieping en check dat uitzicht. Ik heb net een touch-up gekregen met plumping lipsticks van MAC. Mooie kleur. Shiny. Kijk die highlighters. Oh. Ik heb genoeg highlighters hoor, maar deze mag er altijd bij. Ik ben weer vlotjes uit Brussel geraakt. De pasta is bijna klaar. Dat heeft Timo goed gedaan. Achter mij een heel mooi bosje bloemen hebben we gekregen. Een leuke attentie. Dat is minstens even tof. Heel wat mooie producten ontdekt. Mijn hand is super zacht en ruikt lekker, want ik heb alles erop zitten smeren. Dus ik heb veel te vertellen en er komt in de toekomst uiteraard van alles een review op de blog. Maar ik ga nu even mijn rug strekken en dan lekker eten, een beetje van mijn avond genieten en dan is het morgen al vrijdag. Oké, weekend. Wel, bijna. Ik ben op locatie. Een collega van mij is recent op pensioen gegaan, geeft vandaag zijn pensioenviering en er zijn nu al collega's op uitgenodigd. Dus ik ben hier voor een hapje en een drankje. Dan ga ik frietjes halen. Zeer belangrijk. En ik ben alleen thuis vanavond en morgen. Eigenlijk tot en met zondag. Want Timo is op mannenweekend naar Amsterdam. Met zijn vrienden. Ze doen dat elk jaar. En ja, dit weekend is het weer zover. Ik denk dat ze nu 10 jaar mannenweekend doen. Dus ze worden er iets speciaals mee doen. Vandaar dat ze naar het buitenland zijn getrokken. Dus ik ga alleen frietjes halen voor mezelf. En dan een gezellig avondje voor de tv doen. Maar nu dus eerst hapje, drankje, pensioenviering. Bordje nemen. Wat zijn frietjes zijn er. Voordat ik mijn frieten begin op te vreten, even mijn bestelling laten zien. Ik had Christophe Robin haarproductjes besteld bij Parfuma. En die zijn heel snel toegekomen, zoals steeds wel met een online verzending. Dus hier had ik wel heel veel goeds over gehoord. Dat is een soort van masker dat je lang mag laten inwerken. En dat je haarkleur terug wat laat opleven. En echt zo... ja, de doffe gele stukken eruit haalt. En dit lijkt mij ook super interessant, want zoals je weet heb ik fijn haar. En het is eigenlijk een pasta voor een cleansing paste in plaats van een shampoo. Speciaal voor volume in je haar te brengen. Dus ja, ook hier zeer benieuwd naar. En dan zaten er nog een aantal staaltjes. Het leuke aan parfum is dat je mag kiezen welke staaltjes dat je wilt. Skincare, make-up, parfum. Ik ben voor skincare gegaan, want ik vind het altijd tof om producten uit te testen. En ook voor als je een keer op weekend gaat of op reis. Origins Plant Description. Toch een mascaraatje erbij gedaan van Bobbi Brown. En dan, crème van La Mer. En dan nog een maskertje, denk ik. Dat je heel de nacht mag laten inwerken. Dit merk ken ik niet, dus ook altijd leuk om iets te ontdekken. Ik ga gewoon in de zetel zitten. Ik ga er waarschijnlijk de rest van de avond niet meer uitkomen. Goedemorgen. Alleen thuis, dat wil zeggen extra veel tijd voor een beauty pamper routine. En dat is ook het ideale moment om een aantal dingen te testen. Dus op het Issy Paris event kregen we deze mee. Dit is van het huismerk van Issy Paris. Dit is het Pure Active Charcoal Purifying Mask. Dus eigenlijk een masker met houtskool. En de dame die mij de toelichting heeft gegeven zei dat het grijs is in plaats van zwart. Omdat deze gemaakt is met
witte klei in plaats van zwarte klei, waardoor dat het ietsje zachter is voor de huid en minder stevig. Zoals je een zwart houtskoolmasker gebruikt, kan dat nogal intens zijn voor de huid. Dus dit zou net ietsje zachter moeten zijn, maar toch nog altijd goed reinigen en zuiveren. Het is aangebracht. Het interessante is dat het zo'n gelcrème structuur is. Meestal zijn dat zo wat dikkere kleimaskers die ook wel wat korreltjes in zich kunnen hebben. Maar dit was echt zo'n gelcrème. Je moet dit 10 tot 15 minuutjes laten inwerken. Dan kan ik het afspoelen en dan ga ik verder met... Wat valt op de grond? Dan ga ik verder met dat staaltje dat ik bij Parfuma of in mijn Parfuma pakje kreeg. La Mer The Intensive Revitalizing Mask. Dus ik doe dat vaker. Eerst een zuiverend kleimasker en dan zoiets hydraterend. Allee, iets voor wat meer eclat. Een creamy substantie dat dat terug een beetje de vochtreserves van de huid op peil brengt. Dus ja, eerst nog even 10 minuutjes wachten tot het helemaal droog is. Ja, we zijn intussen 3 uur later. Ik zie er nog altijd niet heel deftig uit. Mijn La Mer maskertje is nog aan het intrekken. Ik heb dat gewoon laten werken. Ik heb intussen een fotoshoot gedaan met mijn alle beautyproducten die ik nog op mijn lijstje had staan. Ik heb eindelijk tijd gehad om nog wat foto's te trekken. Het zijn 420 foto's geworden. Ik ben ze nu aan het importeren. Intussen ben ik mijn slaatje aan het eten. Een slaatje met linzen, met kikkererwten, met erwtjes, feta, tomaatjes, wat verse kruiden en wat vinaigret erover. Dus semi-healthy denk ik dan toch. Dus dan moet ik straks nog in de douche springen, mijn haar wassen. Dat Christophe Robin masker dat ik gisteren heb gekocht, dat voor blond haar, dat ga ik laten inwerken. Dat kan tussen de 5 en de 30 minuten. Hoe langer je laat inwerken, hoe intenser het resultaat. Dus ik ben aan het denken wat ik ga doen. Misschien zo 15 minuten om mee te beginnen voor de allereerste keer. En dan ga gewoon geen plannen voor de rest van de dag. Waarschijnlijk foto's bewerken. Inmiddels is mijn haar dan wel gewassen en loop ik ook rond met een lipstick om te testen. Voor de rest heb ik gewoon terug mijn pyjama aangedaan en mijn hele comfy, wat is het, homewear vest. Oh, zalig, lekker warm van Rituals. Het is al van een paar jaar geleden, dus ik weet niet of ze dat nog verkopen, maar het is in elk geval zalig zacht. Het is een beetje heel erg oversized. Maar dat maakt het wel heel erg comfortabel. Ik denk niet dat ik vandaag nog de deur uit ga. Ik ga gewoon iets te eten maken zometeen. Ik heb daarnet nog wat framboosjes zitten eten, maar ja, ik begin nu toch wat honger te krijgen. Ik denk dat ik gewoon ga voor mijn standaard avocado, toast avocado en gepocheerd ei. Dat wil je al vaker niet meer bijkomen, maar het is gewoon zo gemakkelijk te maken en het is best lekker en vullend. En dan denk ik dat ik weer een avondje voor de tv ga zetten. Vorige week party party op Werchter Boutique, deze week lekker chill. Goedemorgen weekend, een drukke week achter de rug. Druk op het werk, want het is voor mij de bijna laatste week voor mijn verlof. En ook hier in huis zijn er nog wat dingen gewijzigd, of ja, in huis niet, in de tuin. We zitten al 3 weken achter onze elektricien. Die zou gisteren komen, had hem beloofd, maar helaas pindakaas, dus we hebben die echt wel nodig. En dan zijn ze ook begonnen met het frezen van de grond, zodat we daar nieuw gras kunnen zaaien. Blijkbaar moet eerst gefreesd worden, zodat het oude gras volledig verpulverd kan worden. Dat is met zo'n cool machine. We zijn ook halverwege moeten stoppen, want de band in de machine was kapot. Dus nu staat er zo'n ding in onze tuin. Oh boy. Ja. In elk geval, het onkruid is al weg. Dat is al goed. Voor de rest gaan we genieten van het weekend. We hebben een beetje op tempo gewerkt door de week. Donderdagavond het huishouden gedaan als 2 manjakken. Keimoe natuurlijk, maar kijk, nu ben ik wel content, want dan moet ik dat niet meer in het weekend doen. Vorig weekend ben ik de deur niet uit geweest. Dit weekend gaan we even Hasselt stad in. Het is heerlijk weer. Het is echt super warm. En ja, uiteraard is er van alles leuks te doen. Ik denk dat vandaag de zolder beginnen. Morgen is het 1 juli, maar dat op een zondag valt, mag het 1 dagje vroeger beginnen. Dus ik denk dat ik wel voorbereid moet zijn op een massa crazy zolder people. Maar bon. Outfit, navenant, topje en short en sandalen. En nog een zonnebril en dan ben ik klaar. Helemaal ingesmeerd met zonnecrème trouwens. Ik ga mij niet laten verbranden. Eerste stop, containerpark. En jawel, het is aanschuiven. Ik ging normaal gezien gisteravond nog gaan na het werk. Maar dat is er niet van gekomen. So yeah, zaterdagochtend. Party op het containerpark. We zijn in de standaard boekhandel. En deze sprong er toch wel uit.
doe en denk als een kat. Ik denk dat mijn kat een fantastisch leven heeft. Het was blijkbaar niet de eerste, want er is er ook eentje. Catfulness. Alright. We zitten weer bij Le Pen Quotidien. Dit is mijn croque monsieur. Laat het smaken. We hebben op het gemakske enkele winkels gedaan. We zijn ook een vriendin van mij tegengekomen. Die had hulp nodig met het zoeken van een trouwoutfit. En die heb ik geboden. Trouwoutfit in de pocket. We hebben ook schoenen gekocht. Wel, één van ons twee heeft schoenen gekocht. En het is voor de verandering niet ik, hè. Het is Timo. Nu gaan we terug richting parking lopen. Misschien dat ik nog even de New Paris-Londres binnen ga. Daar hebben ze ook altijd mooie schoenen. We zijn terug thuis en ik sta hier voor de frigo. Drinken, drinken, drinken. Koud, koud, koud. Ah, oh. Zalig. Wat is het? Fuse tea. Sparkling black tea. Dat is dan zo die box van Albert Heijn die je kan sparen. Dat is ook de allereerste keer dat ons dat lukt. Wat er nog aan? Oeh, Virgin Mojito van Schweppes. Dat ziet er goed uit. Yes, dat klinkt goed. Trouwens, major fail. Ik zat er net vol trots te verkondigen dat ik geen schoen had gekocht. Ja, totdat we natuurlijk bij de Paris-Londres, New Paris-Londres waren. Ja, shoes. Mijn zakkenplek. Let's see. Oh, by the way, gratis schepsoep bij het kruidvat bij aankoop van 2 pakken Sunlight zeep. Timo zijn zeep, ik mijn schepsnoep. First of all. Ik ben nooit een grote loafer-fan geweest, maar deze met zo van dat goudkleurig draad erin, die zagen er mij wel super tof uit. En die zaten ook wel vrij goed. Niet zo superveel korting, 20%. Maar yes, I like. En dan deze. Ik heb nogal sandaaltjes van Tosca Blue gekocht vorig jaar, dus die zijn zo wel goed van prijskwaliteit. Met bling bling bloemetjes. Ik kwam van de week een pakketje toe van Kruidvat. Dit zat erbij als een soort van prop. Beste persprop ever. En ideaal voor dit moment. Ik heb mijn schoenen binnengelaten. Ik heb mijzelf op het terras gezet. Ik heb het in de aanslag die Virgin Mojito, wat is hier, van Schweppes. Dat is nog best lekker. Dat is niet echt mojito. Allee, ja. Het is natuurlijk geen echte cocktail. Maar het is zeker niet slecht. En dan hier in het zonneke. Wel ja, onder het parasol, want het is echt veel te heet. Maar zalig weer. Zalig weer. Goedemorgen. Zondagochtend. We hebben al een hele tijd geleden afgesproken met vrienden dat we vandaag samen zouden komen. En omdat er een foodtruck festival is in Hasselt, is dat the place to be. Nu, het is toevallig ook koopzondag, omdat de eerste op zondag valt. Gisteren waren de solden al begonnen, maar ze hebben er een koopzondag praderie-achtig iets aan aangebreid. Dus ik veronderstel dat er wel wat volk is. Maar ik denk als we vroeg genoeg gaan naar de foodtruck site, dat er nog zeker plaats genoeg is. Ik heb wel veel zien verschijnen op Instagram. Het ziet er lekker uit. Er zijn ook wat nieuwe foodtrucks. Dus daar wil ik zeker eens naar gaan kijken. De outfit heb ik gewoon gerecycleerd van gisteren, want het is nog altijd heerlijk warm. Ik heb wel mijn nieuwe loafers aan. Ik weet niet of ik dat mee ga beklagen, omdat mijn voeten gaan zweten. Maar ik vind het alleszins een heel mooi blinkend exemplaar. Die gouden streepjes geven wat bling bling af. We staan op de Moutparking. Dat is niet zo heel ver van het Molenpoortplein. Nog altijd een gratis parking. Er is hier zo'n mega graffiti-uil op de muur. Helemaal in zomerse stemming. Timo met zijn hoed, ik met zonbril en de luchtige outfit. Foodtruck Festival, here we come!